In het voetbal zeggen ze dan een wedstrijd met twee gezichten. Zeggen ze in golf een ronde met twee gezichten? Ja, zou kunnen. Ja. Nou, het was wel een beetje... Het begon heel goed. De eerste negen heel goed. Goede ballen dichtbij. Tweede negen iets minder. Een paar mindere ballen. En meteen ook bogey. En de regen kwam, dus het was sowieso wel iets moeilijker. Maar ik speelde ook iets minder. Ja, er kwam een verschrikkelijke bui inderdaad. Die misschien niet eens zo lang geduurd heeft. Maar die heeft dus wel echt effect gehad. Ja, zeker. Ik vind persoonlijk de eerste negen ietsje moeilijker. En ik start op de tweede negen. Dus ik had wel in de regen de wat moeilijkere negen, vond ik zelf. En ook hole 4, 5, 6. Die zijn niet heel erg lekker in de regen. Dus dat kan gebeuren. Ja, ik zat ernaar te kijken. Met name jouw eerste negen dan vandaag. En het leek zo'n ronde waarin werkelijk helemaal niks meer mis kon gaan. Ook volgens mij was ook alles goed. Ja, dat had ik zelf ook in gedachten. Ja, ik sloeg ballen dichtbij. Ik had... Mijn langste birdie was misschien 80 centimeter. Dus ik speelde goed. En tweede negen iets minder. Een paar mindere ballen. Af en toe wat minder geconcentreerd. En dan maak je zo'n bogey. Hoe ga je het nu morgen doen? Eigenlijk hoef je niet zo heel veel te veranderen. Nee, ik ga ook niet oefenen. Ik ga meteen naar huis, naar bed. Want ik moet morgen als eerste om 7:45. Dus op tijd het bed in. Ja, wij staan al bijna in je slaaptijd te interviewen. Bijna wel, ja. Ik heb nu nog een paar uurtjes. Ja, het is raar om 6 uur 's avonds om dat te zeggen, maar wel trusten. Ja, dankjewel, jij ook.